Het lijkt wel herfstmensen hier. Het lijkt wel net gewoon een vliesstel. Ik zou het bijna denken. Ja, een hele goede morgen allemaal. Welkom bij deze gloednieuwe vlog. Het is vandaag woensdag 18 september 2019. Ja, het is nu net 9 uur geweest. Ja, in de ochtend. Die is ook wakker. Lady is wakker. En ik ga mijn jas aandoen. En dan ga ik met ze lopen. En dat gaat lekker op mijn sandaaltjes. Waarom niet? Jo, het regent niet. Dus ik heb even water gewoon in mijn haar gedaan. En ik ga de wasmachine aandoen. Want die is nog niet aan, volgens mij. Niet schrikken. Niet schrikken. Ik zeg. Oh. 3, 2, 1. Ja. Nou is hij aan. Hoop ik. Ja. Nou, ik wens jullie heel veel kijkplezier gewenst vandaag. Nou, ja. Ik ga dus nu met deze twee beauty ophalen. Gezellig. Ja. Rodi moest vanochtend voor het eerst op zijn stage om 6:30 beginnen. En hij vindt het leuk. Wonderbaarlijk. Dus, wauw. Normaal dan heeft hij stress. Dus, het is even afwachten, toch? Vanmiddag om 2:30 is hij klaar. Dus ik ben eigenlijk geneigd. Wil ik eigenlijk rond 2:00 om eigenlijk te gaan op te halen. Dus moet ik even kijken hoe ik dat ga doen in mijn planning. Want het is vandaag woensdag, zoals jullie weten. Hè? Heb ik net ook gezegd in mijn intro. Van bijna een minuut. Ja. Dat bijna elke woensdag en dan komt Caroline. Mits dat ik haar afzeg of zij. Maar vorige week was ze er niet. Vandaag komt ze wel. Ik heb niks van haar gehoord en ik heb niks tegen haar gezegd. Dus die komt. En dan om 10:00 is ze er. Rond 10:00 en om 12:30 of zo, dacht ik uit mijn hoofd, gaat ze weer weg. Ja, het is 12:30. Dus ja, dan moet ik. En dan, ja. Verder heb ik ook niet echt heel veel op het programma. Ja, vlogs maken. Maar dan is het beauty weer even naar Roos in huis brengen. Want zij vindt het toch nog wel rust lekker. Dus ja, dan doe ik dat maar. Even af en toe de rust. En anders doe ik gewoon mijn camera aan. Dus even kijken hoe dat dan gaat. Dus, maar dan horen jullie nog wel wat ik ga doen. Of ik beauty bij mij thuis laat. Ja, toen zat jouw lijn onder je pootje, schat. Dus nee, maar dat horen jullie dan nog wel wat ik heb gedaan. Zo, en wie hebben we bij ons? Ja, de grote big sister. Ja. De grote big sister. Hé, dame? Zo, strakke lijn. Hou ik daarvan? Nee. Goed zo, dit is braaf. Dit is braaf. Goed zo. Om hutje klutje op de hei. Ja. Nou, kom. Gaan jullie mee? Kom. Kom, 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 kom. Dames, ze gaan niet daar. Kom. Ik wil doorlopen. Kom. Goed zo. Keurig. Ja. Kom, 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 kom. Niet hier. Niet hier. Keurig. Gaan jullie mee? Het lijkt wel herfstmensen hier. Mooie schutkleur zo, als je het zo ziet. Oké, ja. Dus, moet je maar lekker doorlopen. Beauty! Kom maar dames, kom. Nee. Oh, het gaat er fout. Kom, deze kant op, kom. Beauty, kom op het gras. Goed zo. Love, kom op. Niet ook niet uit de roedel lopen, dat weet je. Dat mag niet van mij. Eigenlijk. Kom maar.
Zo. De riemen zitten lekker door elkaar heen. En dames, jullie trekken. Dat is niet nodig. Kom, Jutty, kom. Goed zo. Goed zo. Ja, dit is KLM. Hele mooie lucht. Ja, ik loop nog steeds lekker met z'n buiten. Ik ga ook alweer richting huis, daar nu van. En nu mee. Kom maar. Goed zo. Ga mee, meisje. Kom. Kom maar. Ga je nu mee? Dames, kom. Jutty, kom. Beaut, kom. Nee. En meelopen met een roedel. Ga je mee? Ja. Ja, dan gaan we weer allemaal lekker gras eten. Willen we allemaal naar de vijver toe. Gaan we niet doen. Ik ga niet het gras oplopen. Voor niemand niet. Voor mezelf ook niet. Oh, wat stond je mooi. Nee. Dames, gaan jullie mee? Zo, en zo liggen ze erbij. Hé, dames? Lovely, Jutty. Hey. En daar is Lady. Ja. Ga maar liggen, wijfie. Leed, ga maar liggen, wijfie. Ik zal het zo. Ja, doe maar. Nee, moeder Teresa. Beauty. Beauty. Niet, dan niet. Ook groeten. Beste vriendjes en vriendinnetjes. Hé? En de twee zusjes. Ja. Ik hou van jullie. Maar dat wisten jullie al. Stelletje ongeregeldheden hier, hoor mensen. Stelletje ongeregeldheden. Ze kennen niet met, maar zeker niet met. Niet met elkaar, maar ook niet zonder elkaar. Nee. Ze doen het wel goed, toch? Ja, ze zijn zo lief. Soms. Altijd. Het lijkt wel net gewoon een verliesstel. Ik zou het bijna denken. Als je het niet beter zou weten, dat het zusjes zou zijn, dan zou je zeggen, het is een verliesstel. Wie houdt nou wie in de houtgreep? Oh, 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 oh. Dit is zo'n mooi gezicht. Ja, Julia. Ik kan je me schuin aankijken, maar het is wel zo. Dit is gewoon zo mooi. Ja, met die bekjes open. Ja, nou, jullie gaan er maar even lekker door. Ja, ik vind het helemaal goed. Precies. Ja, en Caroline is dus alweer eventjes, ongeveer 10 minuten weer weg. Even een leuke ochtend gehad. En even veel dingen besproken. Maar volgende week gaan wij even samen naar Leidse Hagen. / The Mall of the Netherlands. Ja, The Mall of the Netherlands. Dus, ik wil ook wat zeggen tegen jullie. Ik volg nu ook weer een nieuwe YouTube-kanaal. Dat is dus Charlotte Hoeboer. Ja, dat is een hele leuke vlogs hoe ze maakt. Maar dat is namelijk de vloggende juf. Ja, de juffenvlog. Ja, ze doet het onwijs goed. Ik zal ook sowieso haar link... haar link van haar YouTube even onder in de beschrijving doen. En ik zal eventjes even koekeloeren. Daar komt het ietje ook van haar kanaal. Dus als je wil kijken, ga je gewoon. Oh, alleen maar leuk. Dus ik zou zeggen, doen. Nou, ze is net een behoorlijke heisa met haar. Want naast een fiets vindt zij totaal niet leuk. Want dan is het vol in de ankers.
Maar ik ga het haar wel aanleren. Dat het niet erg is. Dat het juist goed is voor haar. Maar dat komt wel goed. Ja, het komt wel goed, hè. Nou, breng ik haar even naar huis. Dan haal ik Ro op van zijn werk. Weet hij niet. Dat is juist leuk. Dus ja, ik ga haar even naar huis brengen. En dan komt het ook wel goed. Ja. En toen was ik alweer in de lift. Alleen, ja, zo snel kan het gaan. Nee, ik ga dus nu Ro ophalen. Hij weet van niks. Dat vind ik het leukste, dat hij van niks weet. En ja, dan eens even kijken hoe zijn reactie is. Maar ik neem nu even mee op de fiets. Ik heb zo'n dingetje, dus ik kan nu handsfree volgen. Ja, dat is leuk. Heel leuk, heel grappig ook. Dus even kijken hoe die gaat doen op de fiets. Handsfree volgen. Goed, ja, nou ja, ik zit hier al even een tijdje, maar ik zie dus Ro dus nu al staan. En hij loopt dus nu naar buiten, deze kant op. Alleen hij ziet het nu niet. Dus dat komt helemaal goed. Ik ga hem verrassen. Aloha! Die had jij niet verwacht. Nee! Het is echt een grap vandaag. Hè? Echt een grap vandaag. Wat? Van mijn eigen zin. Dat is leuk toch? Ja, dat is handig. Ja. Dus ik heb de pasje van de bewaking gekregen zelf, een looppas. Ja. Je kan je overal in. Oké, plekken waar je eigenlijk niet mag komen. Leuk toch? Nou goed, ik heb even met iemand meegelopen. Met het andere gebouw. Oh ja. En toen weer teruggelopen tot 11 uur. En toen bleek ergens daar een probleem te zijn. De jongens hadden op een knopje gedrukt. En ik kon er niet meer eruit. Dan moest ik vanaf hier helemaal die kant op lopen. Leuk. En andere. Over de snelweg dus, mensen. Ja, over de snelweg. Naar boven. Dan oversteken, dan weer terug naar beneden. Is leuk, nou, toch? Ze waren blij dat ik gekomen was, dus dat scheelt weer. Was je op tijd? Ja. Mooi. Dank u wel. Jij ook? Ik wel. Maak je het verder goed? Ja hoor. Zo, ik heb al het een en het ander even klaargelegd. Dit moet nog afgewassen worden met dat. Dat moet nog, deze niet, maar dat moet nog even in de prullenbak. Daar komt het een en het ander in. Daar komt het een en het ander in. Dit is rookworst. Met dat spaghetti, tomatenblokjes. Witte tomaten in tomatensaus. Ik vind het prima. Witte bonen in tomatensaus. Spessieboontjes. Ja, nou, de rookworst heb ik gesneden. Dat mag ook alweer weg. Nou, en dan ga ik de rest even doen. Ja, ik heb mijn moeder aan de lijn, ook gezellig. Dus, joh, mooi, ik mag niet klagen. Nee, het gaat goed. Ja hoor, nou, ik heb hier de rookworst al gesneden. Ik heb hier ook spaghetti. Ja, dan ga ik dat eventjes dus zo door de midden doen. Dat ga ik zo meteen zeggen. Even kijken, dat maakt niet uit wat voor rookworst. Kijk, en dan doe ik dat dus helemaal doorheen. Wat ik dus hier al heb gedaan. Hier heb ik dat dus al door het midden, doorheen gedaan. En dat ga ik dus hier dus nu ook allemaal doen. Kijk, hartstikke idee. Hartstikke mooi. Zo. Lekker dik stukje. En mijn moeder die is ook lekker aan het volgen. Maakt helemaal niet uit. Kijk. Ik ga vlees wachten. Nou, daar is ik al. Hier heb ik nog wat van. En hier heb ik nog wat. Nou, deze heb ik dus allemaal niks op. Pak ik er één. En dan doe ik het er doorheen en je ziet het wat er gebeurt. Nou, dan ga ik nog even mee verder. En kijk, dat zit dus alweer in de pan. Ja, dit zit alweer in de pan. En dan ga ik daar nu mee bezig in de pan zo meteen doen. Dus het komt ook wel weer goed. Nou, de pot spessiebonen die zitten er al in, maar die is even van het vuur af.
De en de tomatenblokjes in saus, die zitten er al in. En één blikje witte boon in tomatensaus zit daar al in. Met een beetje gepeste knoflook. En die kookt ook al. Klookt, ja wel, kookt ook al. Dus ja, die heb ik zometeen misschien nodig. Die nog eventjes en voor de saus zometeen. Ik ga die nog even openen, die nog openen. Wat ga ik erbij doen? En nog een beetje. Zo, dat is de saus. En dan is, even kijken. Ja, kom maar bij. Dat is bijna klaar, hoop ik toch. En dan doe ik nog blokjes kaas doorheen. Ja. En dan kan ik het zometeen er alvast lekker door elkaar husselen. Ja. Nee, daar zijn we dan weer. Ik sta te wachten op Ro. Die is dus nu onderweg. Lekker zonnetje in mijn gezicht. Dat is heerlijk eigenlijk. Dus, bij de auto staan we. Ik en zij de gek. We gaan even richting de Eland. Elandstraat. En naar de Appie Heijn XL. Even kijken hoe mijn kindje erbij ligt, staat, hangt. En met de karren. Ja. Dus dat gaan we dus nu ook even doen. En Ro die wou nog even gezellig mee, want eigenlijk zouden we gaan zwemmen, maar Ro is een beetje te moe om dat te gaan doen. Dus toen zei hij van, nou ik wil wel wat anders doen, misschien even winkeltjes. Ik zei, nou, dan gaan we even lekker even naar de Eland. Nou, en dat vond hij oké, dus dan gaan we dat even doen. Dus daar ben ik dus nu aan het wachten op hem. Ja. Aan het wachten. Wait. Ja. Dus ja, ik ga graag gewoon lekker wachten en even praten met jullie. Alleen ik weet even niet meer waarover. Maar oké, maakt niet uit. Nou ja, het eten is klaar. Alleen dat heb ik nog niet laten zien volgens mij, hè? Nee. Kijk, en daar komt er al aan. En zijn beveiligingsjas. Oh ja, humor. Ja, daar komt hij al aan. Het is ook zo'n lekker ding ook. Hè. Ik hou van hem. Maar omdat het gaat. Het is net als bij de zusjes. Van de hondjes. Ook wij kennen niet met, maar ook niet zonder elkaar. Als we ruzie hebben of woorden, dan is het eigenlijk maar ongeveer. Nou, wat zou ik zeggen? Half uurtje zo. En dan is het, oh ja schat, sorry schat, ik hou van je schat. Nou, dan zit de knuffel en zit klaar. Toch ook kunnen. Kijk, en daar komt de beste Peert van Stol aan. Daar komt de beste Peert van Stol aan. De beste Peert van Stol. Staat er mooi op. Staat er mooi op. Ja, ja, ja. Klik open of klik slot. Hij is open. Is hij open. Want? Hij is open hoor. Ja, mooi hè? Dat dacht ik al. Nou, mensen, ik ga instappen. Ik zit na bijna, hoe lang? 2 weken of zo? Anderhalf? Zit ik weer in de auto. Yeah! Nou, dan ben ik dus eventjes op mijn oude werkplek. En hoe vind ik het aan hier, mensen? Kijk eens. Kijk, daar ook allemaal karretjes. En dat gaan wij eens eventjes oplossen. In jouw vaarwater zit met de spiegels hoor ik het graag, maar zolang er nog niks aankomt, zit ik ook niet in jouw vaarwater, toch? Nee. Maar zo mensen, we gaan dus nu, wij, voor het eerst, de vernieuwde Koningsdam. Wij nemen jullie gezellig mee. Ik ben nog niet 2 keer. Zo, wauw. Dus ja. Heel mooi gedaan. Of je ergens
kan draaien. Zou wel toch? Of niks aan mij. Ik wil net zeggen hier, maar dat kan niet. Ja, maar je kan hier wel bij de verkeerslicht draaien. Volgens mij. Alles mag, alles kan. Tuurlijk. Maar als je gewoon even... Toen waren we inderdaad gedraaid. Erg handig. Links aan, hoop ik. Oh, jongen, dit is geweldig. Hey, flitspaaltje, dat is oud. Zo. Tunneltje uit, het tunneltje weer in. En dit is een eensbaanweg. Handig. Zo. Dat is mooi. Maar je kan hier lopen, dat weet je. Ja, weet ik. Dat was hier niet. Jawel. Nee, komt niks aan. En ik vind dit een rot stukje hoor. Kilometer per uur. Ja, file, is er zo? Zo. Toen gingen we er weer uit. Hele goede nacht allemaal. Namens Ro en mij, ik en Ro, willen wij jullie onwijs bedanken voor het kijken naar deze vlog. Vond je deze vlog nou leuk? Doe dan het riedeltje met alle vier de dingen. Duimpje omhoog. Vergeet niet te abonneren. Ja, reactie achterlaten. Ja. En... weet jij je? Ik er niet, even op dit moment, maar jij vast en zeker wel. Nou, dan zou ik zeggen, dank jullie wel. En tot morgen maar weer, toch? Ja, tot morgen. Doei.